Voorzitter, burgemeester en commissieleden. In onze gemeente wordt ontwikkeld een uitdaging van kraakpanden beleid gehandhaald dat de communiteit kent. Panden die lang natuurlijk geleegd stonden en waarvoor verder geen plannen bestaan, zouden de laatste prioriteiten, verder heeft de burgemeester persoonlijk verklaard, dat een eigenaar die een pand van een ontruiming weerleeft als staat, niet kunt rekenen op een nieuwe ontruiming voor de prioriteit. Tevens wordt het jaar en dag en als stam niet voor leegstand ontruimd. Uitgaande daarvan vraag ik me af hoe het pand gelegen op Jan Hansenstraat in Amsterdam-West op de ontruimingslijst van het OM terecht kon komen. Dat pand is nu de derde keer bekraakt op de Rome. Vele jaren geleden werd de leegetage daar gekraakt. Het pand moest echt worden verlaten omdat de fundering door slecht uitgevoerde bouwwerkzaamheden werd beschadigd. Het bleef leegstaan. 1 jaar geleden werd het pand opnieuw ontruimd nadat 2010 een tweede keer krakers waren waar gaan wonen. Het zou verkocht worden. Verkoop is echt onmogelijk omdat de fundering beschadigd is. Tevens is het pand door de eigenaar volledig onbewoonbaar gemaakt. Elektriciteit en water werden afgesloten. Nog niet eens anti-krakers zouden laten wonen, vindt bouwwoningtoezicht. De eigenaar heeft nog plannen kenbaar gemaakt, nog vergunningen aangevraagd om verder iets met het pand te doen. Het is duidelijk dat op de volgende ontruiming alleen maar leegstand kan volgen. Eigenaar van het pand is de woningbouwcorporatie Borsdalen die rond de jaarwisseling een brief heeft verstuurd waarin ze beweert dat ze grote schade leidt door krakers. Gemiddeld zou het om 8000 euro per pand gaan. In het betreffende pand werden de vernielingen echter door Borsdalen zelf aangericht. Verder zou ik veronderstellen dat de schade die deze corporatie door krakers wordt toegebracht minimaal is vergeleken met de schade die de fraude van de voormalige directeur Hubert Mullenkamp heeft veroorzaakt. Om af te leiden van de criminele praktijk binnen hun directie en de algemene verwaarlozing van haar maatschappelijke verantwoording, geeft Borsdalen nu krakers de schuld aan hun falen. Het Openbaar Ministerie en het Stadsbestuur van Amsterdam gaan daar zomaar in mee. Is dat de manier hoe u wilt omgaan met de corporatie die woonruimte vernieuwt in plaats van deze te creëren en te onderhouden? Nog 1 minuut. Ja, dat kan wel. Die net als elke speculant zonder maatschappelijk belang vastgoed alleen gebruikt voor winstbejag en fraude. Vindt u dat een corporatie die zich zo gedraagt, het verdient om door inzet van de politie voor de tweede keer binnen 1 jaar hetzelfde pand ontruimd te krijgen? U kunt voor krakers vinden wat u wilt, maar dat gaat echt te ver. U werkt hier direct mee aan het vernietigen van woonruimte in de stad. Van belangenafweging, leegstandshandhaving zoals de wet die je ook voorschrijft, of efficiënte inzet van de politiecapaciteit kan hier geen sprake zijn. Als het door u zelf bepaalde beleid meer dan een volle frase is, dan zie ik eigenlijk geen andere mogelijkheid dan het betreffende pand van de lijst te schrappen. Ik wil u bij deze dus verzoeken om dat te doen. Dank u wel, meneer Koning. Zijn er leden die vragen hebben aan meneer Koning? De heer Van Lammer. Dank u voor uw bijdrage. Mijn vraag is, heeft u al eerder geprobeerd met de gemeente in contact te komen of is dit de eerste poging om dit bij de burgemeester aan te krijgen? Dit is nu bij deze, in deze gelegenheid de eerste poging dat we de burgemeester op aanspreken. Ik was niet bekend met de omstandigheden van de laatste keer toen het gekraakt was. Ik weet niet of toen ook inspraak was geweest. We waren reeds bij Stadsdeel West om daarover te praten met de gemeenteleden daar. Andere leden, heb je voor anderen nog een vraag? Ja. Daar ben ik al geïnteresseerd in. En dat was deze keer dat hij in West bent geweest? Wat was daar dan de reactie van Stadsdeel West? Nou, bij Stadsdeel West was men het eigenlijk redelijk met mij eens dat de woningbouwcorporaties en het ging dan specifiek over in het geval over Stalen, maar door raadslid daar werd ook neergenoemd dat de woningbouwcorporaties zeker hun maatschappelijke verantwoording verwaarlozen en deze niet vervullen. Dank u wel. Mevrouw Van Doorn. Ja, u zegt dat de woningbouwcorporatie geen plannen heeft met het pand, dat het op de lijst staat. Weet u ook maar welke noemer het de ontruiming geplaatst moet vinden? Is dat vanwege dat er wel plannen zijn? Is dat een reden voor? Nee, dat is gewoon. Ik ben bezig om een verzoek. En het wet openbaar bestuur in te dienen hoe deze lijsten door het OM samen worden gesteld. Maar
is op de lijst van het Openbaar Ministerie voor strafrechtelijke ontruiming alleen omdat het gratis terecht kan. Dus er bestaat verder geen aanleiding om dat specifieke pand op die lijst te zetten. Andere problemen, meneer Van der Weg? Ja, u gebruikt grote woorden voor woningcorporatie Rochdale, crimineel, fraude, etc. Maar bent u ervan op de hoogte dat sinds anderhalf jaar kraken ook strafbaar is en dat dat een misdrijf is? Ik ben ervan op de hoogte, absoluut. Maar er zijn verschillende gradaties in misdrijven. Er zijn dingen zoals dat is gewoon ergens een stukje kaal stilt en dan mensen die zware misdrijven plegen. En in deze gradaties is dient men ook te overwegen waar men het over heeft. En ik vind zeker gezien de tijden en het de economische omstandigheden, vind ik dat grootschalige fraude en het verduisteren van de middelen die eigenlijk voor maatschappelijke doelen dienen worden gebruikt, vind ik een veel zwaarder misdrijf dan het binnenkruipen in een pand leeg staat, eerlijk gezegd. Meneer Van der Weg? Ja, misschien heeft u andere informatie dan ik, maar volgens mij is die rechtszaak die loopt tegen de voormalige directeur van Rochdale nog aan de gang en heeft de rechter nog geen uitspraak gedaan. En is er dus op dit moment nog geen sprake van al die grote feiten die u zo ding aanzet? Er zijn ook volgens mij geen krakers veroordeeld voor de kraken. Dus, wij kunnen dat spelletje in het woord spelen. Nou, ik had het weer voor de reden klaar. Ik wil alleen nog wel even opwijzen om te doen om vragen te stellen aan de inschrijving en niet het debat aan te gaan. Mevrouw Velsen, voor een vraag? Nee. Andere leden? Nee, dan ik ben hartelijk dank voor u. Maar ook voor de tijd. De burgemeester zou wellicht nog even iets kunnen zeggen over uw vraag. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, dat staat voor een heel groot keuzeprobleem. Ik zou echt een uur met u kunnen discussiëren over de maatschappelijke positie van woningcorporaties. Wij, namelijk, is een algemeenheid een enorm voorstander op het moment. En wellicht is u bekend dat ik minister was van wonen onder andere, en dat ik geprobeerd heb om woningcorporaties weer binnen naar de overheid toe te halen. Juist omdat ik ze als partner zie, dan zou ik u ook nog even in dat uur uitleggen dat ik degene ben geweest die de directie heeft opdracht gegeven om aangifte te doen in de Rochdalezaak, die de raad van commissarissen verzocht heeft om te stappen, die daar met twee toezichthouders naar binnen heeft gestuurd en nog zo wel dingetjes. Maar dat is allemaal hier niet aan de orde. Hier gaat het om dat u inderdaad suggereert dat Jan Hansenstraat is zoveel ten onrechte op de lijst staat. En dat ga ik natuurlijk even na. Het is een bevoegdheid van de hoofdofficier om de lijst vast te stellen, maar wij helpen hem of we spelen daar een rol in. Maar dat is iets dat ik nu niet kan controleren wat u daarover zegt. Ik kom uit een vak waar je, als je iets niet kon controleren, maar ook niet kon uitsluiten, dat je het zou moeten gaan tegenspreken, dan riep je dat je dat bij gebreken van wetenschap betwist. Mag ik hier ook uitschrijven dat ik het bij gebreken van wetenschap betwist, maar die informatie komt. Ten slotte, in mijn staf krijg ik een notitie waar ik opgevraagd heb, waarbij ik graag wil nacontroleren of datgene wat ontruimd is ook daadwerkelijk volgens de toezegging van de eigenaar in gebruik is genomen. Daar wordt een inventarisatie van gemaakt en dan kom ik dus bij de laatste commissie op terug. Dus de structurele kant van het verhaal, daar wordt wel degelijk hard aan gewerkt. Dus burgemeester gaat eraan. Ik zou aan de advocaat te nemen en een kort gediend te beginnen tegen de staat in Nederland. Dat zal zeker gebeuren. De burgemeester heeft de commissie informatie. U kunt via de informatie nemen en misschien informatie van de commissie.